The academic opening today was a celebration of something which I think is extraordinarily important. I think the formation of transnational European universities is one of the ways in which the European future is going to be ensured. And I think what we're doing in Utopia is a development towards what will be a better future, especially for young people. And I think that's important. Wat ik zeer interessant was, was de samenwerking die naar voren kwam tussen alle universiteiten en ook ja, dat echt het Europese ook beaccentueerd wordt. En ik vind dat wel iets belangrijk eigenlijk, want ik ben redelijk voor Europa, hoe dat is. Het was heel uniek, zeker omdat we daar dan ook Lied van Gitaal hebben mogen zingen, dus dat gaat er altijd in mijn hoofd blijven. Ja, het was een zeer mooi event dit jaar. En zeker in de context van Utopia vond ik het eigenlijk schitterend dat men dit jaar erin geslaagd is om de zitting te openen eigenlijk, in het Europese parlement. Wat toch wel wat te zeggen, de kern is van de Europese gemeenschap. Mijn eerste academische opening en een super toffe locatie om het van de eerste keer mee te maken. Dus heel geslaagd.